welkom bij deze nieuwe video. Ik zit hier gewoon in mijn badjas. Ik heb mijn haren niet gedaan. Helemaal niks. Want het is weer tijd voor een makeover video. Ik heb al heel lang geen makeover video's meer gemaakt. Ik had ze een aantal jaar geleden best wel vaak gemaakt. Maar nu al een hele lange tijd niet meer. En ik dacht, het is weer tijd voor een full makeover. En vandaag ga ik mezelf transformeren in Marilyn Monroe. Ik ben hier heel zenuwachtig over. Want normaal als ik dit soort video's maak, verander ik mezelf in iemand die enigszins een beetje op mij lijkt. Dus die enigszins een beetje getint is, een beetje donkere haren heeft, dat soort dingen. Want dan is het gewoon makkelijker voor mij om het na te maken. Vandaag is de eerste keer volgens mij dat ik echt voor iemand ga die echt totaal niet op mij lijkt. Mijn haar is zo zwart als maar kan zijn. Haar is zo blond als maar kan zijn. Haar huidskleur is zo wit als maar kan zijn. Mijn huidskleur is echt getint. Ik heb donkere ogen. Zij heeft blauwe ogen. Ik heb mijn blauwe kleur lens al ingedaan. Dus ik ben echt heel benieuwd in hoever ik mezelf kan veranderen in haar. Omdat ik dus echt totaal niet op haar lijk. Dus ik ga vandaag echt mijn best doen om mezelf helemaal te transformeren in haar. Dus vind je het nieuwe leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze makeover. Deze kleurlenzen zijn crystal blue. Als ik het goed zeg van Alice Lenses. Ik zet alles vandaag beneden weer in de beschrijving wat ik gebruik. En oh my goodness. Ik ben zo benieuwd hoe dit gaat worden. Ik lijk zo niet op haar. Ik hoop echt dat het goed zal gaan. Als het niet goed gaat, dan plaats ik het ook gewoon niet online. Hoe kwam ik nou op het idee om haar na te maken? Ik zat toevallig een docu te bekijken over haar. En toen ik klaar was, dacht ik bij mijn eigen, misschien is het leuk om haar na te maken. Want ze stond best wel bekend om haar make-up en zo. Dus ja, dat vond ik wel leuk. Kijk, je kunt hier echt heel goed haar make-up zien. Dus deze look ga ik namaken. Ik heb nog helemaal niks aangebracht. Zoals je kunt zien, alleen maar dagcreme en ja, deze kleur lenzen. Ik ga beginnen met de wenkies. Haar wenkies staan best wel hoekig omhoog. En ze zijn best wel licht, want ze heeft gewoon echt platinum blond haar. Ik heb letterlijk zwarte wenkbrauwen. Ik gebruik ook altijd een zwart wenkbrauwpotloodje. Echt letterlijk in de kleur black. Speciaal voor de video van vandaag heb ik wat wenkbrauwproducten gehaald in een lichte kleur. Van Revolution Relove, de Blade Brow. Deze heb ik ook in black. Deze gebruik ik heel vaak in black. Even kijken. Dit is die ik gewoon altijd gebruik. En ik heb hier de kleur brown. Laten we kijken of die licht genoeg is. Want ik heb het nog helemaal niet gecheckt. Ja, het is best wel licht. Kijk even vergeleken met wat ik normaal gebruik. Ik zal die ernaast swatchen. Kijk, normaal ga ik letterlijk in met gewoon zwart. Dus nu ga ik die kleur aanbrengen. En ik heb hier dit brow poeder setje van Catrice. Met ook wat lichte kleurtjes. Dus ik hoop dat ik mijn wenkjes zo licht kan krijgen als kan. En ook zo hoekig als die van haar. Ik ga het proberen, jongens. Wens me succes. Oké, ik denk dat dit best wel goed gaat. Ze gaan niet zo licht worden als haar echte wenkbrauwen, denk ik. Maar ik heb mijn best gedaan. Ik heb ze ook wat lichter gemaakt met concealer. Fun fact, haar make-up artist had verteld dat ze haar wenkbrauwen zo hoekig maakt. Of hij, volgens mij was de man. Zodat haar voorhoofd wat breder leek. En dat vonden ze dus mooi in die tijd. Ik heb een heleboel leuke fun facts over haar. Die zal ik in de video ook allemaal vertellen. Ik hoop dat ik met deze poeder het wat lichter krijg. Ik pak deze lichtste kleur. Dan best wel veel. En dan ga ik het gewoon een beetje zo inkleuren met die lichte poeder. Ja, ik denk dat dit wel werkt. Het is echt super hoekig omhoog. Zien we dat? Normaal maak ik het niet zo hoekig. Mijn echte wenkbrauw is op zich ook best wel hoekig. Maar ik haal ze altijd een beetje omlaag. Het is gewoon echt heel moeilijk om zulke donkere wenkjes als die ik heb echt goed licht te krijgen. Haar wenkjes zijn ook niet heel strak of heel perfect. Het is echt gewoon een beetje zo. Oké, dan nog een beetje wenkbrauwgel. Ik gebruik deze NYX Clear Brow Gel. Om ze een beetje zo omhoog te zetten. Normaal maak ik mijn wenkjes dan ook nog mooi strak onder met concealer. Maar dat ga ik nu niet doen. Want dat had zij ook niet. Haar wenkjes zijn ook allebei verschillend. De ene wenkje is dunner dan de andere. En dat heb ik ook. Deze is dikker dan deze. Dus dat is gewoon toevallig dat we dat allebei hebben. Nou, ik heb ze wel echt een stuk lichter gemaakt. Dus ja,
ik denk dat het wel oké is. Beter dan dit gaat het hem niet worden. De video begon al gelijk met een van de moeilijkste uitdagingen. Maar op zich is het wel gewoon gelukt. Nou ga ik beginnen aan mijn gezicht. Ik heb dus niks aangebracht behalve dagcreme. Zij stond echt bekend om haar hele glanzende gezicht. Ze had een hele mooie glanzende, glowy, egale gezicht. En dat kwam omdat zij pruimde met vaseline. Ze bracht letterlijk vaseline aan over haar hele gezicht voor die glow. Ze had waarschijnlijk een hele, hele droge huid. Ik heb ook een droge huid. Niet heel extreem, maar een beetje. Dus ja, ik ga dit dan ook maar gewoon aanbrengen. Ik vind het zo raar om dit te doen. Ik weet niet hoeveel ze aanbracht, maar ik denk veel. Aangezien het over haar hele gezicht was. En dit ging dan gewoon zo over haar hele gezicht. Ja, als je dit doet, dan wordt het inderdaad echt heel, heel glanzend. Dit voelt zo raar om te doen. Oké, ik ben echt bang dat mijn hele make-up eraf gaat glijden en zo. Maar ja, kennelijk niet. Anders had zij dit niet gedaan. Oké, lekker glanzend. Moet het dan intrekken? Ik weet niet. Zal ik het gewoon een beetje laten intrekken? Ik ben echt maar gewoon iets aan het doen hier. Ik heb echt een heleboel video's net gezien over haar make-up. En wat zij gebruikte, hoe ze het aanbracht. Dus ik weet echt alles nou helemaal precies. Ik moet zeggen dat ik deze wenkies zo wel cute vind. Zo hoekig, zo omhoog. Het heeft al iets. Nou, zoals ik al net zei, haar huid is echt super egaal en glowy. Dus ik ga in met mijn Charlotte Tilbury. Hoe heet deze? Beautiful Skin Foundation. Ik heb hier een hele video over gemaakt, mocht je geïnteresseerd zijn. Deze is echt net nieuw. Ik heb de kleur 8 Warm. En hij is echt geweldig. Hij is super, super mooi op de huid. Dit is op dit moment mijn nummer 1 gebruikte foundation. I love it. Oké, ik zal terwijl ik het aanbreng wat een leuke informatie vertellen over Marilyn Monroe. Want wie was zij nou? Zij was een meid met een hele, hele moeilijke jeugd. Haar vader was er niet. En haar moeder was basically gewoon gek. Wacht. Ik ga niet deze aanbrengen. Haar huidskleur was heel licht. Dus ik denk dat ik een lichtere kleur ga aanbrengen. Ik ga in met mijn Clinique Foundation in de kleur WN38. Dit is nou een te lichte kleur voor mij, dus deze ga ik aanbrengen. Fun fact, zij hield echt van een witte huidskleur. Ze ging ook nooit onder de zon of wat dan ook, want ze hield echt van een witte huidskleur. Maar goed, zoals ik al net zei, ze had dus echt een moeilijke jeugd. Ze is opgegroeid in adoptiegezinnen. En toen heeft ze gewoon de weg opgeklommen naar de actrice, hoe wij haar kennen. Haar echte naam was Norma. Jean Mortensen, als ik het goed uitspreek. En zowel haar oma als haar moeder waren gewoon basically gewoon gek. En zij was altijd heel bang dat zij ook gek zou zijn. Dus haar hele leven lang had ze die angst. En toen ze 9 jaar was, heeft ze zelfs in een weeshuis gewoond. Dus ja, ze heeft echt heel moeilijk gehad. Toen ze 16 was, is ze getrouwd met haar eerste man. En daar was ze 4 jaar mee getrouwd. 16 jaar, jongens. 16 jaar was ze gewoon getrouwd. Oh my goodness. Nou, dat was een beetje haar jeugd. Toen is ze opgegroeid. En toen heeft ze haar naam later veranderd naar Marilyn Monroe. Want dat, ja, rolt lekker erover de tong. Ik ga ook een hele lichte concealer aanbrengen. Catrice Liquid Camouflage Concealer in de kleur 010 Porcelain. Maar Marilyn Monroe had ook echt een hele, heleboel issues. Zoals onze zeker, ze was altijd op zoek naar liefde van mannen, etc. Ze was geen prostituee, maar ze hopte wel van man tot man. Ze was wel een beetje sletterig in die zin. Ze heeft zelfs een affaire gehad met de president Kennedy van die tijd. Daar staat ze ook heel bekend om. Ze heeft ook op zijn verjaardag voor hem gezongen. Die video's staan allemaal online. Happy birthday. En fun fact, als je haar wel eens hebt horen praten, hoor je dat ze echt helemaal zo praat. Ze praat helemaal met helemaal zo'n zwoele stem. En dat kwam omdat zij stotterde. Ik stotter ook, maar ik ga echt niet heel de dag helemaal zo praten. Ik stotter liever dan dat ik zo praat heel de dag. En doordat zij dus zo praatte, kon ze gewoon normaal praten zonder dat ze heel de dag ging hakelen of bleef vasthangen of wat dan ook. Dat is iets wat heel veel mensen niet weten en ik ook niet wist, obvious. Ze had ook een alcoholprobleem, drugsverslaving, etc. Maar ja, wie heeft dat nou niet in Hollywood? Ik denk echt like iedereen. En ze was ook altijd te laat overal. Sommige mensen vonden het echt moeilijk om met haar te moeten werken. Dus ja, in die zin is zij niet echt het beste rolmodel om te hebben. Ze is wel echt een icoon, maar aan de andere kant heb ik wel iets van, er zijn zoveel slechte dingen aan haar. Ik snap niet precies waarom je haar zou zien als een icoon. Maar goed, ze heeft wel echt gewoon hard gewerkt. Maar aan de andere kant heeft ze ook gewoon echt haar seksualiteit gebruikt om
hoger op te klimmen. En ze had niet alleen maar een affaire met de president Kennedy, maar ze heeft ook het een en ander gedaan met zijn broer. En echt, deze meid was echt all over the place. Dus ja, dat zijn ja, wat fun facts over haar. Ik moet zeggen dat die vaseline eronder niet echt iets heeft gedaan ofzo. Mijn make-up bracht er gewoon goed op aan. Mijn gezicht is wel echt heel glowy en ook wat plakkeriger. Ik vind het niet per se heel fijn aan voelen, maar al met al is het gewoon wel oké. Het geeft inderdaad echt een glow. Maar ja, tegenwoordig hebben we gewoon genoeg glowy primers om ook dit effect te creëren zonder dat het zo zwaar en plakkerig voelt op de huid. Ik ga ook een beetje poeder aanbrengen. Ik ga in met mijn Elf Halo Glow poeder. Ik ga het niet overal aanbrengen, want het moet wel echt glowy blijven. Maar vooral hier zo op de plekken waar concealer zit. Want anders gaat het hier helemaal creasen en dat willen we niet. Zo, ik heb het letterlijk alleen maar hier aangebracht en op mijn neus. Nou, een klein beetje MAC Fix Plus voor hydratatie. Normaal contour ik ook mijn neus. Ik denk dat ik dat nog wel ga doen. Zij heeft haar neus niet gecontourd, maar zij heeft wel een stuk smallere neus dan ik. En hier is het ook een klein beetje rond. Dus ik ga proberen haar neus na te maken met contour. Ik ga in met mijn ABH contour paletje. En ik ga in met deze contourkleur hier. Zij heeft een best wel smalle neus en dan hier gaat het zo rond. Dus dat effect wil ik ook gewoon creëren door hier een rondje te contouren zo. En dan breng ik hier ook wat contour aan om het wat smaller te laten lijken. Ze heeft echt een prachtige neus. Die is niet echt. Die heeft ze laten doen. Voor de rest heeft ze niks laten doen aan haar gezicht of lichaam, zover ik weet. Wat ik ook echt geweldig vind aan die tijd is dat je niet helemaal maatje XS hoeft te zijn. Als je naar haar figuur kijkt, ze had gewoon een klein buikje, wat vetjes. En dat vind ik heel fijn om te zien, vooral omdat ik dat ook heb. Dan pak ik deze banana kleur en die breng ik zo op mijn neus aan om mijn neus nog smaller te laten lijken. Zo, mijn neus lijkt nou echt een stuk smaller en het lijkt ook hier zo een beetje bolliger te zijn. Zie je wat ik bedoel? I like it. Mijn gezicht is zo plakkerig. Die vaseline is echt niet fijn. Dan laat ik mijn gezicht nu gewoon voor wat het is en ga ik beginnen aan de ogen. Het paletje die ik gebruik is van Morphe in samenwerking met Pony. Is echt een heel mooi, super groot paletje. I love it. Echt hele mooie kleuren. Maar ik ga basically maar twee kleuren gebruiken uit dit paletje. Want haar look is best wel makkelijk. Dus laten we inzoomen op de ogen. We zijn ingezoomd. Oké, even kijken. Ik ga beginnen aan de ogen. Haar oogschaduw is basically gewoon helemaal wit en licht. Ik ga in met deze lichte matte kleur. Die heet Juno. En die kleur ga ik gewoon aanbrengen over mijn hele ooglid. En echt helemaal tot aan de wenkies. En het mag allemaal echt best wel wit zijn. Dan ga ik in met deze bruine kleur Face. En die kleur ga ik aanbrengen zo in mijn arcadeboog. Want zij had ook iets van een bruine kleur altijd hier. Om het goed te definiëren. Dus ik ga in met die kleur. Die is een beetje grijstoonachtig. En dan met een kleine kwast, Weva 224, breng ik die kleur ook zo aan in mijn arcadeboog. Gewoon een heel klein beetje, niet te veel. En ook echt zo omlaag. Nou, en dit was het dan qua oogschaduw. Meer deed ze niet. En dan met een bruin oogpotloodje ga ik een wing maken. Deze is van Naked in de kleur Dark Brown. I love it. Oké, dit is ongeveer wat ze altijd had. En dan wat ze ook deed was dat ze hieronder een soort van schaduw maakte. En dan was er hier nog zo'n lijn met ditzelfde oogpotloodje. Beetje zo. En dan met een witte nude oogpotloodje maakte ze een lijn daar middenin. En die breng ik dan ook aan in mijn hele waterlijn. En dan breng ik die hele bruine oogpotlood ook aan op de onderste wimperrand. Een heel klein beetje. En dan pak ik weer die bruine oogschaduw Face. En die breng ik dan nog een klein beetje aan op de onderste wimperrand. Dit is echt hoe zij haar make-up deed. Super mooi. Ik wil alleen nog een klein beetje terugbrengen van dat wittige. Breng ik nog een klein beetje terug hier zo. Dan wat mascara. Ik gebruik deze Mad Lash mascara van de Balm. Dan nep wimpers. Het zou je misschien verbazen, maar ze droeg nep wimpers. Echter, zij droeg halve. Dus alleen maar hier zo in het uiteinde bracht ze die aan. Ik ga in met mijn Queen Tarsi Sophia wimpers. En ik ga ze zo tot de helft knippen. En dan alleen maar die helft aanbrengen. Daar ben ik weer. Wimpertjes zitten erop. Ik vind het zo raar. Ik vind het zo apart om mij zo te zien. Het is zo'n aparte look. Die vaseline echt jongens, it ain't it. Heel mijn make-up is helemaal aan het verschuiven en raar aan het zijn. Vooral hier zo.
I cannot gewoon. Maar goed, we gaan gewoon verder. Bronzen, contouren en zo was niet echt een ding in die tijd. Het enige wat zij aanbracht nog was blush. En zij had altijd een hele mooie roze peachy glowy blush op. Dus ik gebruik deze blush van Kiko van de Charming Escape collectie in de kleur 02. Is een hele, hele mooie glanzende blush. En omdat ze dus in die tijd nog niet echt aan contouren, bronzen en zo deed. Ze deed wel een beetje contouren met blush. Dus ze bracht het aan, maar ze maakte ook echt zo'n shape, zeg maar. En ook helemaal hier zo. En ook een beetje op de neus. Ik vind het hier iets te veel paarsachtig. Zien we dit? Het moet meer bruin. Ik ga even met mijn Benefit Hoola bronzer. En dan ga ik er een beetje overheen. Want ik vind het echt te paarsig of zo. Het moet wel echt bruin zijn. Er werd ook niet heel veel geblend. Ik zie letterlijk gewoon een bruine streep hier bij haar. Dus dat doe ik ook. En dan de lippen. Zij had natuurlijk iconische rode lippen. Ze gebruikte echt een heleboel verschillende lipproducten. Een van de merken die zij vaak gebruikte was een lipstick van Max Factor. Ik heb die lipstick gezocht. Bestaat er niet meer. Maar Max Factor heeft wel een namaak lipstick gemaakt. En dat is deze. En die heet ook letterlijk Marilyn Ruby Red. Dus het is echt nagemaakt van de kleur die zij altijd gebruikte. Het heeft gewoon haar naam. Alles. Dus deze ga ik aanbrengen met MAC Lip Pot loodje in kleur Ruby Woo. En zij had altijd hele volle lashes lippen. Dus dat ga ik namaken. Dit is echt een prachtige kleur. I love it. Dan, wat zij ook vaak deed om nog vollere juicy lippen te creëren, is ze ging weer in met een lichte kleur. Dus deze pak ik met mijn vinger. En die bracht ze een beetje aan hier zo. En dat laat je lippen nog meer getuit liken. I love it. Dan mijn gezicht een beetje hydrateren. Ik gebruik mijn LA Girl Hydrate Mist. Ik denk dat ik nog iets meer glow wil creëren. Ik ga in met mijn Huda Beauty Rose Quartz Highlighter. Pak een beetje hiervan af. En dan breng ik die nog een klein beetje hier aan. Voor een extra glow. Zij had ook hier altijd heel veel glow. Dus dat ga ik hiermee namaken. Nou, dan is het make-up gedeelte klaar, jongens. Wat vinden we ervan? Nou ga ik de look helemaal afmaken. Kleding, accessoires, haren. En dan kom ik zo bij jullie terug. I wanna be loved by you, just you. Nobody else. Nou jongens, wat vinden we ervan? Ik ga stuk om deze pruik. Dit is echt een 10 euro cheap ass pruik van de AliExpress. Ik zet beneden in de beschrijving een linkje om mocht je hem willen. Ik vind het zo grappig. Ook haar moedervlekje hier is echt iconisch. I love it. Ik vind dat het op zich best wel goed is gelukt voor iemand die zo ver van haar afstaat. Die zo niet op haar lijkt gewoon. Vind ik het op zich best wel goed gelukt. De pruik is een beetje kort. Het had iets meer tot hier moeten zijn. Maar al met al voor 10 euro whatever. Let me know wat jullie ervan vinden. Ik heb echt mijn best gedaan om zoveel mogelijk op haar te lijken als ik kan. Ik had ook een hele witte bont ding besteld. Alleen die is kwijtgeraakt in de post. Dus ik heb het gewoon nu maar gewoon gedaan met mijn witte jas. Maar jongens, wat vinden we ervan? Ik vind het zo raar om mij zo te zien. Like, who am I? Ik herken mij gewoon niet eens meer. Ik vind de wenkjes wel echt heel mooi zo puntig omhoog. I like it. Ja, en voor de rest, ja, wat ik anders zou doen is echt de huid. Die vaseline echt eend eet. Maar ik ben echt heel benieuwd naar jullie meningen. Let me know. Wees alsjeblieft niet te hard voor mij. Ik heb mijn best gedaan. En als je nog meer recreaties zou willen zien, let me know van wie beneden in de reacties. Maar ik vond het echt weer heel leuk om dit te doen. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld om te bekijken en mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!